De IBW Universiteit heeft gisteravond de derde Master of Arts, Sherleen Pauwiro di Cromo, afgeleverd. Ze presenteerde en verdedigde haar afstudeerscriptie met als titel Creating Shared Values binnen het beleid van Fernandez Bottling Company NV. De examencommissie bestond uit professor Dennis Mans, Dr. Walter Yap-Chung Sang, meester Juno Kastelen en professor Theo Wong. In een 2 uur durende presentatie sprak Pauwiro di Cromo over verschillende waarden als duurzame ontwikkeling en oer-corporate social responsibility. Ze ging ook in op het concept van shared values binnen het beleid van Fernandez Bottling Company. Fernandez Bottling Company is een groot productieproces en heeft duurzaamheidsverslagen. En naast alle duurzaamheidsverslagen van hun jaren heen, is duidelijk het concept van CSR. En daarom ben ik gaan kijken, als zij duurzaam ondernemen, is er enigszins wel manifestatie van het concept CSV? En dat heeft geleid tot 5 subvragen. Wat is CSR? Waarom schreef Fernandez Bottling Company een CSR-beleid na? Hoe ziet het beleid, CSR-beleid van Fernandez Bottling Company eruit? Wat is CSV? En op welke wijze komt het concept CSV tot uitdrukking in de bedrijfsvoering van Fernandez? Tot zover Sherleen Pauwiro di Cromo bij haar afstudeerpresentatie getiteld Creating Shared Values in het beleid van Fernandez Bottling Company NV. Ze kreeg hiermee de titel Master of Arts in Business Administration. De presentatie is gehouden in het gebouw van de IBW University aan de Grote Combeweg.